Ja, Arne, je zegt het net al even over de tegenstander. Dat door vorige week een beetje in het beeld wordt geschetst van die, die, die kunnen er niks van. Je, je zei het nog iets minder netjes dan hoe ik het nu verwoordte net. Waar zit hun, hun kracht in? Wat geef je je ploeg mee om waakzaam voor te zijn morgen? Voor de zekerheid dat straks de vertaler niet uh, de dus suggestie weet dat ik vind uh, dat vind, <laughs> uh, is het nadrukkelijk wat een aantal mensen uh, over Jacques daar gezegd hebben na de wedstrijd. En, ik het tegenovergestelde ervan vind. Want ik vind Shakhtar een superleuke ploeg om, om, om geanalyseerd te hebben. Heel goed aan de bal. Heel goed idee over voetbal. Goede spelers. Staat erin uitgeschakeld. Uh, in, een, in een Champions League-pool derde geworden met zes punten. Kortom, dat is een sterke tegenstander. Um, dus, um, dus ik vind dat niet van ze. Maar nou, dat was volgens mij niet jouw vraag. Maar dat wou ik wel graag gezegd hebben. Nee, het is wel het, wel het antwoord waar ik op doelde. Wat is, wat is dan... Hun kracht waar je toch waakzaam voor, voor bent, dat het helemaal nog geen gelopen koers hoeft te zijn. Wij hebben vorige week, vind ik, veel goed gedaan. Niet alles, maar veel wel. De tegenstander had drie spelers in een achterhoede niet. Waardoor ik wel gezien heb dat als wij de bal hadden, dat hun rechtsbuiten bijvoorbeeld veel verdedigender speelde dan dat hij in andere wedstrijden gedaan heeft. En als ik heel eerlijk ben. Snapte ik dat, omdat hun rechtsback die de vorige keer speelde, niet van hetzelfde niveau is dan de rechtsback die ik morgenavond verwacht. Dus die had extra ondersteuning nodig. Wat voor ons fijn was, want dan kon de rechtsbuiten zich minder inschakelen in de counter. En laat die rechtsbuiten nou net uit tegen Madrid en thuis tegen Madrid een goal gemaakt hebben. Dus die moest nu zich vooral bezighouden met verdedigen. Ja, er is geen zekerheid dat hij daar morgen weer voor kiest, als hij vindt dat de rechtsback, misschien wel, onze linksbuiten in zijn eentje aan kan. Ja. Uh, je zei uh, toen jullie deze, de, de pool wonnen van Europa League. Toen zei je verhoudingsgewijs met finale Conference League bereiken. Nou, komt al in de buurt van hoe knap dat is. Uh, als je dan nog eens een ronde overleeft, kwartfinale. Kun je dan echt volop uitspreken: als dat lukt, van ja, dit is eigenlijk nog knapper dan wat we vorig seizoen Europees hebben gedaan. Nou, knapper of niet knapper, wat ik daarmee bedoeld heb te zeggen is dat. Um, het is altijd moeilijk, hè, want de ene keer heb je in een Conference League en een moeilijkere pool dan een andere keer. Maar de ploegen die in de Europa League actief zijn, zijn normaal gezien wat sterker dan in de Conference League. Zoals die in de Champions League weer sterker zijn dan in de Europa League. Um, en het was voor Feyenoord, en dan heb ik het puur Feyenoord gerelateerd: voor het eerst sinds 20 jaar dat ze de, kwartfinale van, uh, sorry, de achtste finale van een uh, van Europa League-niveau haalden. Zoals ook 20 jaar geleden was, dat we een finale speelden. Dus, dus die relatie probeer ik te maken. Dat het voor Feyenoord een hele mooie prestatie is om dit te bereiken. Dan de vraag waar volgens mij de meeste mensen die live zitten mee te kijken op zitten te wachten. Gernot Rouner, kan die en gaat hij zijn randrade basis maken, is dat moment er al bijna. Waar, dan... Nou, wel, wel een flink, wel een flink, flink gedeelte. Het okay. is wel een themaatje. Hoe staat hij ervoor? Op een persconferentie. Uh, hij staat er heel, heel goed voor, omdat hij uh, al een tijdje fit is. Maar uh, het is ook een speler die, denk ik, meestal nu een half uur gespeeld heeft vorige week. En daar waren we heel blij mee dat dat heel goed ging. Want het is compleet wat anders dan dat je staat te trainen en dan een wedstrijd te spelen. Dat is hij zelf de eerste om dat toe te geven. En iedereen die gevoetbald heeft weet dat het tempo van een wedstrijd anders is. De spanning. Uh, hij is er al vier, vijf maanden uit. Dus dan wil je graag even weer bevestiging van ja. Ik zit nog op dat niveau. Uh, en daarom was het heel goed om te zien dat u dat vorige week liet zien. En uh, denk ik wel dat de verwachting is dat Kenhoort de komende weken weer wat meer gaat spelen dan de afgelopen vier maanden. Maar of dat gelijk tot een basisplaats gaat leiden, zul je morgen zien. Nee. En dan, als dat zo is, dan lijkt het ook niet aannemelijk om in de klassieker dan opeens een, met zulke belangen zijn rentree te laten maken. Of, in de basis bedoel ik dan. Of laat je het echt afhangen van die, die fysieke meters van. Of, of het kan? Ah keuzes die je zondag maakt zijn ook allemaal weer afhankelijk van wat er morgenavond gebeurt. Uh, de, de frisheid, de fitheid van spelers. Spelen we morgen 120 minuten ja of nee? Het is zo moeilijk om nu al door te gaan rekenen richting zondag. Ja. Dat doen we nooit behouden, zoals vandaag een speler niet fit is. En uh, zijn concurrent in onze ogen om en nabij even goed is. Of die rol ook om en nabij even goed in kan vullen. Uh, omdat. Wel vaker is dat, dat je in koppeltjes denkt. Dus als de een uitvalt, wil niet zeggen dat dan exact dezelfde daarvoor in de plek komt. Dat die misschien wel een moeizamere samenwerking heeft met degene die naast de vorm staat. Kortom, um, Kenneth kan morgen starten of hij kan zondag starten. En dat is voor mij nu. Ja, ik weet wel of hij dat morgen wel of niet gaat doen. Maar <laughs> om daar richting zondag al iets over te zeggen, dat. Um, dat kan niet, dan moet ik eerst de wedstrijd van morgen voorspelen. Ja, laatste korte check: is er iemand anders bij de lijst met blessures of niet-fitte spelers bijgekomen? Nou, dus Ali net niet gevraagd, maar Ali viel gisteren tijdens de training uit en er werd mij uh, door hemzelf ook gezegd, ook door de medische staf, dat uh, dat, dat vandaag alweer een stuk beter was. Is, moet ik zeggen, niet was, maar is. En dan gaat vandaag trainen, we gaan straks trainen. Dus, uh, maar voor het overige hebben ze op Walenmark uh, en Justin bijlo nadenken. Oh ja, het Timmer natuurlijk, ja. 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 En Ali knie nog steeds? Nee, nee, maar er zijn wel wat meer jongens die... Het uh, is een groot voorbeeld als je veel wedstrijden speelt en je wordt sterker, sterker, sterker. Maar als je ergens een pijntje voelt met die vele wedstrijden, kan dat pijntje ook steeds een beetje meer opla oplaaien. En dan kan er een punt komen, is, ah, nu heb ik net even teveel last. En dan ga je er één of twee dagen uit en dan hoop je dat het weer opgelost is. Um, en dat is in dit geval bij Ali, dus dat zijn geen grote problemen. Maar soms kan je door het spelen van veel wedstrijden wel eens een stukje overbelasting oplopen.